Valdez. Maakt de winning voor de training. Even een keihard sportieve applaus voor de man uit Thailand. Chuck Hull. The end of the first round. You can bounce this way, I should call it Chuck Hull. We zaten op 24 maart niet vergeten het grote WTL Thaiboxen gaan voor de eerste keer in de sportland de Geuzel in Maastricht. Onder andere in van Vingegooi tegen Rus, Benetien tegen Tilly en Epping Sauer. Ik heb meestal al gevecht van Juik tegen Extra Sport Award tegen de Christus van Vingegooi. We zaten op 24 maart, dus WTL gaan we in de Geuzel in Maastricht. 29 april, wereldtitelgevecht tussen Stefan Veselic en de uitdaging de Russische kampioen Sergej Karpin. Dat is 29 april in Rotterdam in Schuttersveld. We gaan even een rijtje af. Muay Thai, Mixed Fight van het duo Venni Vidicucci, die net een sport gepresenteerd had. En dat is wereld-Europese en Nederlandse titelgevecht op 22 april in de
komt al best in de vele daar, onder andere Joop van der Steen, Pascal Alvreden, Tech de Jong, en dan met andere grote namen. Dan de eerste paasdag, 15 april, WRZV hadden in Zwolle, onder de Mark de Winter en Roland Perris, Ballenwacht tegen Berger, en nog vele andere grote namen van Boeries Promotion. En natuurlijk 18 maart, Alloy, Simply the Best van Too Hard to Handle. En wij gaan nu verder met de tweede ronde. Second round, round 2. En dat is de second round.
timeout. Lecture, please. Rob Kaman, graag naar de ring voor die prijsuitreiking. Rob Kaman. Tatenbond en de coffeeshop Flamingo zijn de sponsors van Ashwin Bad Boy Ballerup. The first round was a draw. The second round was a round for Ashwin. And ladies and gentlemen, the winner, a medical intervention, Ashwin Bad Boy Ballerup! Winnaar op medische interventie. De ringarts vond het niet langer dan verantwoord. Een behoorlijke snede. Heel vlak bij het oog en ook boven het oog van die taai. En dan blijft het bloeden en dat bloed blijft van je oog over. Dan kan je weer verder gaan. Jongens, nog even een sportief applaus ook voor de man uit Thailand voor Chuck Hey.